Welkom bij A2 Actueel. Kenmerkend voor de A2 door heel Nederland is een steeds terugkomend trekvogelmotief. Maar bij de A2-tunnel in Maastricht hebben ze daar een extra Maastrichtsteentje aan toegevoegd. Het gemeentebestuur wilde graag couleur lokaal hebben. Die hebben Bureau West 8, die de vormgeving van het hele plan gedaan hebben, daartoe een opdracht gegeven. En Bureau West 8 is met de Mosasaurus gekomen. Oké, hoe is het ontwerp eigenlijk tot stand gekomen? Nou, Bureau West 8 heeft gesproken met de paleontologen van het Natuurhistorisch Museum. Er zijn een aantal mogelijkheden besproken en daar is dit uit naar voren gekomen, omdat dit het meest herkenbaar is voor het publiek. Hij is op ware grootte, deze is 12 meter en nog iets. In werkelijkheid zijn ze gevonden tussen de 10 en de 13 meter. De Mosasaurus is hier bij de tunnelmond geplaatst. Waarom op deze plek? Nou, we waren oorspronkelijk van plan om hem bij de tunnelingangen te doen. Daar hebben we advies voor gevraagd bij een verkeerspsycholoog. En die heeft ons dat ontraden, omdat dan de aandacht van de chauffeurs te veel vastgehouden wordt en kans op ongevallen verhoogd wordt met het binnenrijden van de tunnel. Hier ziet de bestuurder hem niet als hij naar buiten rijdt. Eventuele bijrijders kunnen er wel een glimp van opvangen. Okay. Van welk materiaal is de afbeelding gemaakt? De afbeelding is gemaakt van gematteerd aluminium. Hetzelfde materiaal als de trekvogels. Ja. Maar we hebben wel een ander kleurtje gegeven om toch een beetje eruit te laten springen. Zaterdag 13 juni is het weer tijd voor de dag van de bouw. Wat is er te doen dit jaar? Nou, we zijn heel blij dat de brandweer weer meedoet. Dat betekent dat de jeugd zelf weer een brandje kan blussen. We hebben de bekende hoogwerkers weer, dus dan kunnen mensen 20 meter mee de lucht in en van bovenaf eens kijken naar het werkterrein. En we hebben ook een aantal nieuwe dingen. We gaan dit jaar extra aandacht besteden aan de bovengrondse herinrichting, want dat gaat ook langzamerhand opstarten. We hebben een nieuw filmpje gemaakt over hoe de tunnel straks gaat functioneren. En wat materieel betreft besteden we dit jaar extra aandacht aan het ontwerpen en het testen van de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties. En die zijn straks nodig om dagelijks en veilig gebruik te kunnen maken van de tunnel. Vorig jaar reden er golfkarretjes rond voor de minder valide mens. Is dat dit jaar ook weer zo? Ja hoor, ook dit jaar bieden we weer de golfkarretjes aan. Dus wie liever wil meerijden, die kan dat ook doen. Daarnaast hebben we een nieuwe fietsroute tussen Landgoederenzone en Geuselt. En onderweg kun je dan al een aantal kunstwerken bekijken die we inmiddels al gebouwd hebben en die in gebruik zijn genomen. Deze dag is gratis toegankelijk en u hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Wilt u weten hoe het programma van die dag eruit ziet? Ga dan naar a2maastricht.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.